Vandaag hebben wij de stalling van het Centraal Station Utrecht aan de jaarbeurszijde geopend. Dat is een stalling van 4200 plekken. Die zit onder het plein wat daar gemaakt is in 3 verdiepingen. Wat verder uniek aan deze stalling is, is dat die de eerste dag gratis aangeboden wordt. De reiziger komt aan en ziet een duidelijk herkenbare toegang. Gaat dan met een trap naar beneden, met een goede hellingbaan. Komt daar de check-in gelegenheid tegen. Ziet door middel van aanduiding van rijen en lege plekken snel waar de fiets gestald kan worden. En ziet vervolgens met bebording de snelste route naar het station. Dit is een pilot voor 2 jaar. De ervaringen die we hierop doen gebruiken we op andere plekken in het land. We zijn uiteraard met meer pilots in het land bezig. En uiteindelijk kijken we dan in overleg met het ministerie, NS en de decentrale overheden, gemeentes, op welke wijze we hier landelijk invulling aan kunnen geven. Ik denk dat het een groot succes wordt. Wat je in ieder geval met de eerste 24 uur gratis bereikt, is dat ook dit soort uiteraard dure oplossingen van stallingsmogelijkheden optimaal benut gaan worden. En dat de gemeente uiteindelijk minder inspanning buiten hoeft te doen om het voorplein leeg te houden.